Vandaag, 37 jaar geleden, werden op deze plek waar we nu staan 15 helden voor democratie en rechtsstaat vermoord. Het doel van de moordenaars was om daarmee ook het flikkerend licht van recht, vrijheid en democratie uit te doven. Vandaag, 37 jaar geleden, werden de mediahuizen Radica, ABC in brand gestoken en Dagblad De Vrije Stem en het vakbondsgebouw van de Moederbond door militair geweld opgeblazen. Een aanslag op de vrije meningsuiting, het vakbondswezen en de vrije pers. Ik was nog niet geboren toen op 8 december hier, precies hier, 15 mannen tegen de muur zijn gezet en door tientallen kogels uit automatische wapens zijn doodgeschoten. Maar nu ben ik hier. Ik ben de dochter van Henk Kamperveen en hij is de zoon van André Kamperveen. Ik ben hier om jullie te vertellen dat deze mannen helden waren. Ze zijn vermoord omdat ze democratie wilden herstellen. Ze zijn vermoord omdat Bouterse en anderen bang waren dat ze hun macht zouden verliezen. Ze zijn vermoord omdat ze vochten voor jou en voor mij, voor onze toekomst. De moordenaars misten hun doel. En dat is bevestigd middels de rechterlijke uitspraak van 29 november jongstleden. Dat de moordenaars niet in stilte het toneel wensen te verlaten, is geen verrassing. Maar het maakt op ons geen indruk. Het recht heeft gesproken. Ja, na 37 jaar is het oordeel geveld. De stem van 15 zonen van Suriname, de roep voor gerechtigheid, is gehoord. Veel van mijn leeftijdsgenoten zeggen dat ze niet weten wat er is gebeurd hier op deze plek. Ik kan jullie er alles over vertellen. Wat hier is gebeurd, heeft mijn leven en dat van zoveel anderen kapot gemaakt. Heeft ervoor gezorgd dat we in een land leven waar je voor of tegen bent. Heeft ervoor gezorgd dat er altijd een grijze wolk heeft gehangen over dit prachtige land. En met de uitspraak van de krijgsraad geloof ik dat we in een nieuwe fase terecht zijn gekomen. De waarheid is nu bekend. De daders zijn bij namen genoemd en hoe pijnlijk het ook was, wij weten nu wat er gebeurd is. Wat ben ik trots op mijn grootvader en al die andere mannen. John Baburam, 36, advocaat. Bram Beer, 31, journalist. Cyril Dako, 46, voorzitter van de Moederbond. Kenneth Gonzalez, 42, advocaat en president van de plaatselijke orde van advocaten. André Kamperveen, 58, ondernemer, eigenaar van ABC Radio. Eddie Hoos, 48, advocaat. Gerard Lekkie, 39, decaan van de Economische Faculteit van de Universiteit van Suriname. Sugrim Omar Singh, 42, wis en natuurkundige en docent aan de Medische Faculteit van de Universiteit van Suriname. Leslie Raman, 28, journalist. Surender Ramokes, 29, militair. Harold Riedewaal, 49, advocaat. Jivan Singh Shambar, 25, militair. Joseph Slagveer, 42, journalist. Robby Sohan Singh, 37, ondernemer. Frank Wijngaarden, 43, journalist. De grote leugen van de 20e eeuw,
dat de mannen op de vlucht zijn doodgeschoten, is aan Tichelen geslagen door dit vonnis. In de nacht, vandaag 37 jaar geleden, werden deze 15 zonen van hun bed gelicht en overgebracht naar hier, het Fort Zeelandia. Zij kwamen nooit meer levend terug bij hun geliefden. Maar vandaag is hun strijd gestreden en hun roep voor gerechtigheid is gehoord. Hun gelijk is bewezen. Op deze 8 december, Bloemenhulde, zetten we de eerste stap naar de daadwerkelijke verwerking van het verlies van onze 15 moedige zonen. Onze bastion van gerechtigheid en vrijheid. Als we willen dat families weer bij elkaar komen, dat we als volk één worden en dat de zon weer echt gaat schijnen, dan moeten we er zelf aan werken. En dat mag wat mij betreft vandaag beginnen. Hier, precies hier, op deze plek waar 15 mannen tegen de muur zijn gezet en door tientallen kogels uit automatische wapens zijn doodgeschoten. Oh,